Proficiat gemeente Laarne met het behalen van het label kindvriendelijke steden en gemeenten. Jullie hebben enorm hard gewerkt om een kindvriendelijke gemeente te worden. Deze erkenning is dan ook heel verdiend. Via deze weg overhandig ik jullie officieel het label. Proficiat. Bedankt, meneer de minister. We zijn heel fier en blij dat we het label kindvriendelijke gemeenten en steden mogen ontvangen. We dragen het op aan eigenlijk alle medewerkers die eraan geholpen hebben, maar in de eerste plaats natuurlijk de kinderen en de jongeren van onze mooie gemeente Laarne-Kalken. Maar wat is dat nu, een kindvriendelijke stad of gemeente? Een kindvriendelijke gemeente wil dat alle kinderen en jongeren goed in hun vel zitten en graag wonen in hun gemeente. Dat is een hele uitdaging, want kinderen en jongeren gebruiken de stad en gemeente op alle mogelijke manieren. Kindvriendelijkheid gaat dus over heel wat meer dan speelplekken en de jeugdbeweging, maar ook over mobiliteit, vrije tijd, veiligheid, onderwijs, milieu, kansarmoede, noem maar op. Hoe krijgt de gemeente dit voor elkaar? Door samen te werken met alle kinderen en jongeren. De gemeente gaat praten met kinderen en jongeren zodat ze elkaar snappen en samen nadenken hoe ze van de gemeente een nog kindvriendelijkere plek kunnen maken. Wij vinden het tof dat wij van de gemeente Laarne een kaartje van Ridder Kasper hebben ontvangen. Dit kaartje sturen wij graag naar onze tante die in Gent woont en waar wij nu niet bij kunnen, om te tonen dat we om haar geven en haar veel moed toewensen tijdens deze moeilijke periode. Maar ook de gemeentediensten verdienen een pluim. Want wie kindvriendelijk wil zijn, moet samenwerken en investeren. Want goed beleid voor kinderen en jongeren is goed voor iedereen. Ook ik wil als kinderrechtencommissaris jullie van harte proficiat wensen. Jullie zetten kinderrechten voorop. En zo'n ambitieus beleid hebben kinderen en jongeren die vandaag opgroeien eens zo hard nodig. Dank u wel.